Ik denk, hebben ze het wel over de juiste wijk? Ik ben eerst buiten eens gekeken of ik nog wel veilig was. Maar volgens mij is de Kruiskamp en West nog steeds mijn wijk. En een van de mooiste en veiligste wijken in Schertogenbosch. Kruiskamp is een wijk met een slecht imago. En de term MS-13 in de brief deed dat niet veel goed. En er is soms rommel, er is soms andere dingen die gebeuren. Maar van het verhaal wat nu in de media terechtgekomen is, daar hebben we werkelijk niks van gezien hier in dit park. De brief werd verspreid door de basisscholen in de wijk. In de brief wordt keihard de vergelijking getrokken met de moorddadige bende MS-13 uit Amerika. In de wijk is er sprake van erge pesterijen. MS-13 is een term die roleert en vaak gebruikt wordt voor een spelletje. MS-13 in de brief qua uitleg had scherper, had bondiger gekund, waardoor de begrijpelijke commotie van de afgelopen dagen wat genuanceerder geweest zou zijn. En inderdaad, MS-13 met de uitleg in de brief was met name bedoeld om ervoor te zorgen dat mensen ook begrijpen wat onder het begrip MS-13 verstaan zou kunnen worden. Misschien niet helemaal handig. Op deze manier was het niet handig, zei het, dat het woord MS-13 wel enige uitleg behoeft. Want als kinderen thuis het hebben over MS-13, dan is het wel belangrijk dat hun ouders en verzorgers ook weten van waar heb je het over. Te dik aangezet met negatieve reclame voor de wijk als gevolg. Toch vindt niet iedereen dat een probleem. Nee, nou dat is misschien niet zo slim geweest, maar ik denk gewoon onmiddellijk goed optreden dat het beter heelt. Als langzaam de zaak toedekken en dan misschien onderuit uit laten groeien. Scholen, zorginstanties en politie houden de zaak in de gaten. Tot nu toe zijn er geen meldingen van geweld binnengekomen.